Dag dames en heren. Grote onderwerpen hebben veel ruimte nodig. En daarom gaan we nog even door waar we de vorige keer gebleven waren met de problematiek van en rondom de vrachtauto. Zoals bij zoveel dingen is het ook bij de vrachtautochauffeurs zo dat de meesten gewoon op een professionele manier met hun werk bezig zijn. En dat de enkeling die onprofessioneel bezig is opvalt en het beeld van de totale beroepsgroep negatief beïnvloedt. En in het geval van een vrachtauto vallen veel zaken ook nog eens extra op door de omvang en het gewicht van het ding. Dus als er een vrachtauto in brand raakt, dan zijn de spreekwoordelijke rapen gaar. Aangekomen op de plaats van de brand zien we een afgesloten snelweg en een bijna volledig uitgebrande trekkeroplegger op de vluchtstrook. Het is kennelijk heel snel gegaan, want de brandweer kan niets meer redden aan de combinatie. Het geheel is, om met Olaf Mol te spreken, volledig naar de Galamize, het schilderachtige eilandgroepje in de Stille Zuidzee. Het enige dat de brandweer kan uitrichten is nablussen van de resten. Vooral de isolatielaag van de oplegger wil hier en daar nog wel even opvlammen. Ook van de 2 weken oude trekker is niets meer over. Zonde van de mooie combinatie en van alle tijd en geld die dit weer heeft gekost. Driving on a